Goedendag, opwarming van de aarde, klimaatverandering, klimaatontwrichting, het gaat hard. En dat kan je misschien wel het beste zien in het Noordpoolgebied, waar de effecten van de opwarming van de aarde worden uitvergroot en worden versterkt. En dat weten we dankzij het feit dat daar veel onderzoek gebeurt, soms bijna met risico voor eigen leven. Want in de zomer, als het ijs steeds dunner wordt, is het de vraag of dit nog wel lang goed gaat of veilig is. Er wordt ook vanuit de lucht gemeten, bijvoorbeeld door de operatie IceBridge van de NASA, met vliegtuigen. Wordt er over de ijskappen gevlogen om te kijken wat de conditie en de eigenschappen van het smeltende ijs zijn. En natuurlijk zijn daar ook de satellieten. Bijvoorbeeld Cryosat, de ESA, speciaal in de lucht gebracht om het ijs te bestuderen. 365 dagen per jaar. En dat geeft natuurlijk een helder beeld op wat er nou precies gebeurt met die ijskap. En dat kan je dan weer in een grafiekje zetten. En hier zie je dan de jaarlijkse groei van het ijs in de winter en de jaarlijkse smelt in het zomerhalfjaar. En de laatste tijd zien we eigenlijk bijna steeds dat de nieuwe curve onder de vorige ligt en dat er dus weer laagtere koers worden geschreven. En dat zie je eigenlijk ook nu gebeuren, want de lijn van 2018 ligt alweer deels onder het vorige record van 2017. Dus het gaat echt heel hard met het verlies aan zeeijs in het Noordpoolgebied. Ja, het ijs groeit wel, maar het groeit duidelijk langzamer dan zoals dat bijvoorbeeld 10 of 20 jaar geleden gebeurde. En daar moeten we maar eens verder naar gaan kijken. Een van de dingen die zeer opvallend is dat in het Noordpoolgebied, het rode gebied, boven 80 graden noordenbreedte, juist in het winterhalfjaar, de temperaturen wel 10 graden boven de gemiddeldes liggen van, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden. Het vriest er wel, gemiddeld best wel min 10 of min 20 graden of nog kouder. Maar dat is dus wel minder koud dan vroeger. En dus groeit het ijs minder hard dan enkele decennia geleden. In de zomer zijn die verschillen kleiner. En dat heeft te maken met het feit dat het ijs dan smelt en de temperatuur uiteindelijk in de buurt van het vriespunt uitkomt. Maar als je dus kijkt naar het Poolgebied en ook de komende 5 dagen zien we dat weer. Dan zien we weer grote afwijkingen van de normaal. In het rode gebied tot meer dan 10 richting 20 graden warmer dan vroeger. Er zijn ook wel hele koude gebieden, bijvoorbeeld in Siberië. Maar ja, daar heeft het zeeijs van de Noordpool natuurlijk helemaal niks aan. Als we nou kijken wat daar gebeurt in de winter, ja, dan is het natuurlijk eigenlijk donker. Dan krijg je dat vanaf open water er meer warmte aan de lucht wordt toegevoegd. En dat veroorzaakt dus voor een deel die hogere temperaturen in het winterhalfjaar. Boven open water wordt het lang niet zo koud als boven een solide ijsvloer. In het zomerhalfjaar zien we ook een effect dat eigenlijk de opwarming alleen maar helpt. En dat is dat als er veel ijs ligt, ijs is min of meer wit, dan wordt het zonlicht gereflecteerd. Maar naarmate daar meer open water is, reflecteert er veel minder zonlicht naar de atmosfeer en gaat een veel groter deel van het zonlicht het water in, waardoor het water wordt opgewarmd. En dat is ook weer een versterkend effect. En dan heb je ook nog eens een keer dat als er wind staat en het hard waait, en het kan in het Noordpoolgebied hard waaien, dat je bij open water natuurlijk golfslag hebt en dat maakt het ijs ook weer stuk of meer kwetsbaar. He, dus je ziet allemaal van die effecten die elkaar als het ware versterken. En dat noem je eigenlijk de wiskunde of de natuurkunde wel een feedback loop. Waardoor dus de effecten het proces zelf weer versnellen. En zo kan het eigenlijk steeds sneller bergafwaarts gaan met de hoeveelheid poolijs in het Noordpoolgebied. En eigenlijk zie je dezelfde dingen ook een beetje op de grote gletsjers in de berggebieden. En dan is de vraag eigenlijk in de toekomst, dit is het ijsvolume. In de winterhalfjaar zie je dat steeds verder groeien, maar ook hier zie je de recente lijnen steeds lager komen. De vraag is nou eigenlijk, hoeveel jaar duurt het nog voordat we in de nazomer, augustus, september, de nullijn qua ijsvolume raken en we dus praktisch gezien kunnen spreken van een ijsvrije Noordpool. Als je dit simpel extrapoleert, doortrekt naar de toekomst, zou je het helemaal niet zo gek zijn dat met een jaar of 10 misschien in september de nul wordt aangeraakt en dat je dus tijdelijk al spreekt van een ijsvrije Noordpool. Het mogen duidelijk zijn, klimaatverandering, het is geen sprookje, het gaat razendsnel en het is aan ons om daar serieus mee om te gaan en dit hele proces met alle problemen eromheen op de hele aarde te vertragen en tegen te gaan. Dat is eigenlijk de oproep aan ons allemaal. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.